Yo mensen, het is je boy Dylan hier. Zaterdag heb ik een video geplaatst over Team SW. You get to hear me now. If you get to hear me now. Ik ben op dit moment niet alleen. Ik ben hier namelijk met de leider van Team SW, Sven Wilkins. Vandaag gaan we het hebben over de video die we allebei zaterdag hebben geplaatst. Dus ja, Sven. Ja, ik heb ook zaterdag een video geplaatst op mijn YouTube-kanaal om te zeggen dat Team SW uit elkaar ligt. En wij gaan jullie vandaag even uitleg geven waarom, hoe en wat er nog gaat gebeuren. Het team is dus uiteengegaan doordat er een ruzie was gekomen tussen twee bepaalde personen, geen namen. En dan heeft Sven eigenlijk beslist een vreemd te nemen met het team. Dat hebben we ook gedaan. En heb ik en Sven een video geplaatst, Team SW, ja. En dan was het even nadenken. Heb ik en Sven nog gisteravond nog gebeld. Op zaterdag dan. Mm-hmm. En dan hebben we toch tot de conclusie gekomen dat er een tweede video over gemaakt ging worden. Dat we nu bezig zijn. Ja. Inderdaad. Jongen, ik zit weer met pranen, maar dat is niet gezond. Ja, ik zit even al. Dus, ja, het was dus een tweede video dat we zeker moesten maken. Inderdaad. Maar ik wil het zeggen, we hebben een leuke tijd gehad met dat team. Heel activiteiten. We hebben veel leuke activiteiten gedaan. Zoals elke YouTuber ook zegt, je moet ook aan je eigen kanaal werken. Misschien komt er nog een tijd terug met dat team. Wie weet. Ik zit echt wel bezig. We houden van dat team. We zijn een van de beste mensen in mijn leven. Team SW zit hier in mijn hart. In mijn hart. Ik ga het echt niet, jongen. Ja. Maar wat wij het vooral nog gaan doen is, we gaan nog veel samen zitten en bekijken van, oké, wie willen wij er nog in? Wie willen wij eruit? En wat gaan de plannen zijn? Want we hebben ook gezegd van, we gaan om de maand eens een keer een activiteitje doen samen, want dan hebben wij ook wel wat aan het team en zo, kunnen we wat samen zitten. Misschien een video dan eens maken. En dat konden wij helaas niet doen met dit team. Nee, we wonen er in Leuven. Ook. Leuven. Het was een tijd in Limburg. Limburg, ja. Zelfs bijna een tijd dat West-Vlaanderen was. Dus dat ging allemaal niet. Dus misschien allemaal mensen vanuit, ja, toch vanuit de regio 10 landen. Ja. Zeker haalbaar is. Mm-hmm. West-Vlaanderen, in Vlaams-Brabant. Leuven en zo. Regio Leuven, 10 landen. Ja, en Sint-Truiden kan Sint-Truiden, ook nog. Nog net. Sint-Truiden ligt net op de grens. Ja. Een beetje in Limburg, net niet. Net wel. Ja, dus Sint-Truiden kan zeker nog. Maar verder dan Sint-Truiden. Dat gaan we niet. Best. Ja, best. Worden dat als er iemand van West-Vlaanderen met een trein moet komen. Van Brugge of zo, zeg maar. Brugge, Ieper misschien Ieper, nog? Ieper, Veurne. Veurne. Iezegem. Iezegem, dat zijn allemaal ver. Ja. Ja, Brussel zou nog wel gaan, maar. Ja, dat is de trein van Hasselt, Genk of gewoon landen. Ja, Genk zou misschien ook nog wel gaan. Dat wel, dat is Limburg, inderdaad. Ja, we kennen dan weten we direct wie. Mm-hmm. En we gaan nu nog even geen namen noemen. Het zou het beste zijn. Want we willen niemand betrekken bij deze video. We willen niemand betrekken bij deze video. En zeker niet iemand voortrekken dat iemand anders geen kans zou krijgen. We bekijken iedereen afzonderlijk. Dat staat zeker een goede planning. En als er iets komt, als er iets uitkomt, dan melden we het. Dan melden we het via video. Via Instagram, Snapchat. Instagram, Facebook, Snapchat. Ja, alle social media platformen. Ja. Sowieso. Dan, misschien ook nog via Twitter, ja. Ja, Twitter ga ik ook wel actief worden, denk ik. Ja, ik ben sowieso al veel actief op Twitter. Dan meld het via alle sociale media. En zeker via een video. En nu de video afsluiten. Ja, bedankt voor het kijken naar deze video. Vonden jullie deze video tof?
smijt dan zeker een like. Als jullie de video niet tof vonden, ja, pak gewoon een like. Pak gewoon de like. Ja. En als het abonneerbalkje nog groot is, maak hem dan zwart. Maak hem dan grijs eigenlijk. Ja, grijs, man. Grijs en zwart en grijs. Ja. En ja. Beetje een combinatie. Dat belletje mag ook aangeklikt worden. En ga zeker abonneren op Sam Wilkins. Road to the 1K subscribers. Road to 1K, waar hij eigenlijk al aangewezen is, maar dan. Ja. Eigenlijk waren het subbots. Ja, maar dan maken we nog een aparte video rond. Ja, dan maken we nog wel een video rond.